ik zie ik 4 heb, joen, en ze mogen zien er al zeggen wat dat ze willen. Ja! Ja! Jullie hebben hier absoluut niet voor gevraagd. Heb ik het al toe? Je moet niet zo doen! Ik ben serieus! Wat dat? Yo, YouTube, ik zit hier. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ben, zoals ik gisteren had gezegd, op skireis. We zijn nu in Tirol. Ik ben hier samen met Marijntje en mijn mama. En het was dit jaar iets delicater, want we hadden deze skireis bijna afgezegd. We hadden bijna alles gecanceld, ook al was het al geboekt van in juni. De timing was niet zo goed, man. Om nu op dit moment op skireis te gaan en een hele week video's te uploaden, waar ik samen met mijn familie leuke dingen doe in de bergen. Het leek alsof dat dan misschien niet was waar nu op mijn YouTube-channel moest komen. Maar eigenlijk is dat dikke bullshit, man. Om dit nu helemaal af te zeggen, na alles waar is gebeurd, dan laat ik hun winnen, snap je? Dat zou ook mijn eigen plezier en het plezier van mijn mama en die van Marijntje juist afnemen door waar is gebeurd. En dat is het laatste waar moet gebeuren. We kijken al heel het jaar uit naar deze skireis. Het was vorig jaar en alle jaren ervoor zo leuk. Dat super stom zou zijn, moesten we dit nu allemaal afzeggen door alles waar is gebeurd. Dus dat hebben we niet gedaan. We zijn vertrokken. Ik heb jullie heel de rit naar hier bespaard, omdat er echt niks interessant gebeurd is. Maar nu zijn we hier. Terug in Fies, zoals vorig jaar. En ik ben hier samen met mijn mama en Marijntje. Marijntje is ook, snap je, ze is 80. Bijna. Dit jaar, en jullie. Hey jullie, ze is bijna 80. Tering. We gaan knallen. We gaan leuke filmpjes uploaden. En ik ga proberen elke dag een banger te uploaden op mijn YouTube channel. Nu is het eigenlijk het moment dat jullie erbij moeten komen. Ook al zit je al in je pyjama, het is tijd voor de big entree. Ja, van Wanny, hè? Van Wanny? Ja. Je bent net gedoucht. Ja. Jullie gaan moeten werken voor je geld. Ik organiseer deze skireis. Dus ik vraag wel iets. Hey! Het is super cool. Want mijn Marijntje en mijn mama en mijn papa worden eigenlijk de afgelopen weken al heel de tijd aangevallen door journalisten. Maar ik heb hen allemaal geleerd dat als ze gevraagd worden om een interview te doen, dat ze gewoon koelbloedig nee moeten zeggen en dat ze de telefoon moeten afleggen. Dus dat hebben ze de laatste weken natuurlijk ook gedaan. Ze hebben geen één interview gegeven, maar misschien is het wel eens interessant, en ik denk dat jullie het ook super interessant vinden, om hun kijk eens te geven en hun te laten vertellen hoe zij door de laatste weken zijn gegaan. Ik kom morgen. Nee, je moet nu komen. En bij jou niet. Je moet werken voor je haalt. Oké. Het is leuk. Yes! Oké. Maar eentje. Een minuutje, ja. Ik zie niks zo slap niet, een minuutje. Is het goed of zo? Ja, zo is leuk. Ik dacht, misschien leuk, en ik denk dat de meeste mensen hier dat ook interessant vinden. Hoe zijn jullie omgegaan met alles waar de laatste weken is gebeurd? Wat voor mij, het is normaal, snap je, ik ben het wel gewend dat ik zo een beetje uitgekakt word en zo. Maar ik kan begrijpen dat voor jullie, mijn familie, de mensen die me kennen, als Nathan en Jas, wat ik online doe, dat heftige weken zijn geweest voor jullie, man. Zeker weten. Zie. Zeker weten. Misschien te beginnen bij jou. Bij je mama. Omdat je mijn mama bent. Hoe ben jij omgegaan met alles waar de laatste weken is gebeurd? Gelukkig hebben we goede vrienden. Zeker. En een superleuke familie. Zeker. Die we goed omringt. En weet me dat alle shit die verteld is over jou, dat dat redelijk geworden is. Ik moet verder plaatsen. Dat is sick. Kom een beetje dichter zitten. Ja, zie zo slap niet meer is. Nee, maar het gaat wel in. Kom een beetje dichter. Kun je dat nu niet op dat onderste doen? Op dat onderste? Dat is zo dat. Vind je dat niet? Nee, dat is niet beter. Allee, kom maar lekker. Maar eentje, hoe ben je? Zie je nu eens aan het snuiten? Met een moment. Ja. Met een moment. Ja. Om je neus te dat is de hang van het leven al. Ik heb toch haar neus niet laten lopen. Nee, dat is dan waar. Hoe ben jij ermee omgaan? Want ik kan begrijpen dat voor iemand van jouw leeftijd, iemand die eigenlijk volledig niet mee is met hoe online werkt en hoe dat internet werkt. Ja, en zo. Ik zie niet achter, is nee, 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 dat. Je moet ook niet beginnen, ik zit nu op YouTube en ik zit nu. Hoe is het voor jou geweest? Heel moeilijk, omdat ten eerste, omdat ik mijn dochter zag afzien, ik zag mijn zoon ook afzien, ik zag mijn kleinkind afzien en dat vind ik niet leuk. Ik kan afgezien voor 10 man, het is niet moeilijk. Je moet naar de camera kijken. Ik weet niet wat er daar is. Ja. Je ziet dat daar aan het vertellen. Ja, maar weet je wat dat is? De mensen zeggen het allemaal verschillend. En dat vind ik bullshit. Waarom dat je het gedaan hebt, dat zegt er niemand. En daar sta ik onder, niet 100, maar 200% achter. Eerlijkheid, dat duurt het langst. En je mag niet vergeten
Wie ziet die raad goed in? Maar echt, er is al een jongen dood van jouw leeftijd, je mag dat niet vergeten. En dat is de essentie van alles. Het is wel een groot woord, maar het is al zo. Het is zo, er is iemand doodgegaan. Het is iemand doodgegaan en ik zou niet willen dat dat... Dat is ook heel de nasleep hiervan is ook mensen gaan dit onthouden en dat vond ik ook belangrijk dat daarom nog wat licht opgeschreven werd. Tuurlijk. Want ik heb het gevoel dat als ik dit niet gedaan had dat er hier veel lichter overgegaan was. Tuurlijk. Dat dit overheen was dat moment dat het vonnis was het vonnis zou uitgesproken zijn en er zou niet meer over gesproken zijn. Nu, je moet niet buiten beeld zijn. Het enige wat de mensen zien is een koptje. Ik vind het nog altijd niet eerlijk, maar dat is mijn mening, voilà. Het is niet eerlijk. Het is hun niet eerlijk. Je moet niet zeggen, dat is mijn mening. Het is niet eerlijk. Het is niet eerlijk. Ik heb een paar vraagjes voorbereid, snap je? Ik kom hier niet onvoorbereid in deze video. Ah ja, maar ik wel. Ik vind het niet erg dat ik een strafblad heb nu. Ik vind het niet erg dat ik crimineel ben. Ik vind het niet erg dat er dingen zijn dat ik niet meer mag doen, want ik mag niet meer naar de Verenigde Staten. Als ik naar Amerika zou willen nu, dan kan dat niet meer. Ik til daar niet zo zwaar aan. Ik vind het niet erg dat ik een strafblad heb. Het enige wat ik erg vind, is dat... die mensen van Reuzeholm geen strafblad hebben. Dat is. En dat ik die wel heb. Maar voor jullie, vinden jullie het erg als mama en als Marijntje, vinden jullie het erg dat je zoon, volledig los van dat zij geen hem, vinden jullie het erg dat ik strafblad heb? Tillen jullie daar zwaar aan? Ik zie jou hier al fors ja knitten. Wacht nog even. Hold your horses. Volledig los van alles. Gewoon het feit dat ik een strafblad heb, verandert dat iets. Vind dat... Je moet op je beurt wachten. Zit echt een YouTuber, man. Je kunt ook niet wachten dat hij is. Vind je het erg dat ik een strafblad heb? Hoe voelt dat als mama? Want ik kan wel... Ik heb daar misschien de laatste weken niet genoeg bij stilgestaan. Ik ben daar redelijk licht over aan. Maar vind jij het erg dat je kind een strafblad heeft? Goh, natuurlijk had je het liever dat je een blanco strafblad. Dus jij had liever gewild dat ik werkstraf gedaan had? Jij had liever... Nee. Okay. Ik vind het onterecht... dat je een vermelding kreeg bij strafblad. Okay. Ik vind dat heel onterecht. Vind je dan dat ik wel voor werkstraf had moeten gaan? Wist het nog zelf niet. Of je hoort voor de vrijspraak dat je nooit een werkstraf kunt krijgen. Dus ofwel ga je voor de vrijspraak... Ja, dat is een beetje bullshit. Okay. Het ding is gewoon, ik wou niet dezelfde straf krijgen als wat zij hadden gekregen. Die reuzenhommers hebben een werkstraf gekregen. Ja. Dus maar, ik was met mijn... 4 uur. Nee, ze hebben 300. Ze hebben 300 gekregen. Ze hebben maximum gekregen. Oh. Ik vond niet... Heb je het gezien? Nee, ik heb het nog niet gezien. Ik heb het er nog niet gezien. Maar ja. Dat is ook nog goed. Gaan ze het effectief doen? Dat is een vraag. Nee. Heb je het gezien? Als ik op de luchthaven ben, of als ik op een plek ben, en mensen tikken mijn naam in, zien ze dat ik een strafblad heb voor belaging. Maar dat is geen diefstal, dat is geen moord, dat is geen terrorisme, dat is geen pedofilie. Ik denk dat die reuzenhommers... Maar je moet volledig loszien van dat even. Hoe voelt het dat je kleinzoon een strafblad heeft? Niet leuk, nee. Zeker niet. Ze zijn een criminele. Ja, maar je moet dat zo niet zeggen. Voor mij zie je dat niet. Wat verdorie. Ik weet het. Het is niet zo. Je moet me niet kwaad maken. Nee, maar daarom. Ik weet dat jullie je niet laten beïnvloeden door alles wat er in de krant komt. Want jullie weten wie dat ik ben. Ik heb alles gelezen. Van A tot Z. Alles. Niet. Ik zeg meestal tegen hun er niet in de krant kijken. Ja. Soms bel ik naar Marijntje. Soms bel ik naar haar en dan zeg ik van niet naar de krant kijken. Ja, ik kan dat wel. Niet lezen. Tuurlijk doe je het. Dat ben je ook. Ik moet meestal met mijn tijd. En ik moet dan analyseren. Moet je niks zo goed zien. Maar ik kan er echt in. Zeer. Voilà. Zet dat eventjes af. Ja. Allee, we zien hier... Ik weet niet hoe professioneel een video aan het opmaken. Maar wat zie je daar nu aan doen dan? En je pakt op en je legt hem af. En jij zegt dat, maar je zegt dat je gewoon weer baalt. Oké. Ça va? Ja. Bloemneuzen. Oké, dan... Dat verschot. Ik heb ook alles gelezen. Ik lees ook elk artikel. Dat, je kan nog zeggen, ik zou kunnen zeggen dat ik dat niet doe. Ik lees ook elk artikel. Voilà. En ik lees ook... Voilà. Alle commentaar. Voilà. En dat is eigenlijk de plek waar je niet naartoe moet gaan. Want op de een of andere manier is typisch België. Sommige mensen komen niet voor mij, maar sommige mensen komen echt voor jullie. Dat doet mij eigenlijk het meeste pijn van allemaal. Want alles wat over mij gezegd wordt,
en alles wat tegen mij gebruikt wordt en alles wat verkeerd geschreven wordt over mij, ik kan dat volledig hebben. Snap je? Ze doen wat ze willen. Als zij kliks en geld willen pakken op mijn naam, dan doen ze dat maar. Maar als ik dat zie dat in de commentaren, dat ze voor jou komen, dat ze zeggen dat ik niet goed opgevoed ben en dat ik slechte ouders heb en dat daaraan ligt, dat is... Dat is te veel. Nee, dat is wat aan mij, dat is wat aan mij zeer doet. Dat zeer. En als ik dan naar beneden kom en ik zie dat jij dat ook gelezen hebt, dan denk ik echt van fuck, what the fuck heb ik gedaan, man. Als ik dan zie dat jij, dat dat jou begint pijn te doen, terwijl dat je de allerbeste mama bent dat ik ooit en gewenst. Nee, ik zit niet aan het vlemen. Het is super trots dat je mijn mama bent. Ja, ik zou wel zien. En de reden waarom dat ik zo goed bezig ben en zo, dat is door de opvoeding. Dat is omdat jij me toont dat de echte liefde is en zo. Voilà. En hoe dat je om moet gaan met dingen. Sommige mensen zijn zo verzuurd in hun leven dat ze dan niet weten waar ze moeten reageren. En dan komen ze voor jou. Is eigenlijk het enige wat dat mij uitgeraakt heeft en wat dat mij uitzeer heeft gedaan. Maar dat zijn de klavierhelden, niet online. Dat is zo. De hele dag dit en... De keyboard warriors. Voilà. Ja. Maar en dan mee, wat is even een intiem moment tussen je dochter en ik? Ah ja, excuseer. Eventjes. Maar ik ben misschien niet lief genoeg geweest voor je de laatste weken. Want het is misschien nu pas dat ik besef dat het voor jou veel zwaarder is geweest dan voor mij. Omdat dit is niet jouw wereld. Jullie hebben hier absoluut niet voor gevraagd. Heb ik eens dat toe? Je moet niet zo doen. Ik ben serieus. Echt waar. En ik zie je super raar. En ik heb echt veel respect dat je zo... dat je zo je best hebt gedaan van harte. Je moet niet zo doen. Je moet niet zo doen. Ik zie je heel de tijd lachen. Je zit hier gewoon aan het lachen met me. Ik zou exact hetzelfde van jou kunnen zijn, maar dat weet je. Ja. Want uiteindelijk, elke keer als ik op nieuws kom, ook voor de kleinere dingen, bijvoorbeeld voor Tomorrowland, zou bijna mijn nek komen gedraaid voor Tomorrowland. Zij dacht dat ik 3 security guards in elkaar geslaan had en dat ik echt broken was en dat ik gekke dingen gedaan had. Ik meen het, ik zie jullie super raar. Jullie zijn met rots in de branding. Is dat hoe je het zegt? Ja, rots in de branding. Jullie zijn echt, me hou vast hierin. Oh. En dank wel ook aan jullie om zo sterk te blijven de laatste weken. Want ik snap, en ik toon dat misschien niet genoeg, maar ik snap dat het voor jullie zwaar geweest is. En dat misschien een keer kut was van naar de winkel te gaan en door Blankberg te lopen. Maar weet dat ik alles wat er is gebeurd, dat ik dat echt met de beste intentie gedaan heb. En dat het alleen maar goed bedoelde. Voilà. Als je moet zien. Dat zou ik zien. Ik hoop dat jullie toch bij... We hebben enorm veel steun gehad ook. Maar natuurlijk, als je honderden positieve berichten krijgt, het zijn natuurlijk die 10 slechte. Dat pijn doen, ja. Het is die ene slechte. En dat het zijn die 10 slechte die je onthoudt. Hé. Maar de steun was enorm. De steun veel was... positiever. Dan die paar negatieve. Zeker. En die paar negatieve, dat zijn mensen of die je niet kennen, of die jaloers zijn, of die een beetje te veel titan online. Zeker. En die heel dag op Facebook zitten. Zeker. En door een beetje eventjes hun 5 minutes of fame willen claimen. Zeker. Ja. Ik zie net 4 repioen en ze mogen zin er al zeggen wat dat is. Ja! Ja! We gaan er een topweek van maken. Ja, we gaan super leuke video's maken. Ik ben super blij dat we het niet afgezegd hebben, dat we hier effectief zijn. Maar om dit nu af te zeggen, dat winnen zij. Ja. En dan pakken ze ons plezier af. Ik zie je graag. Ik ook. Ik ga er een topweek van maken. Ja, oké. Okay. Ik zie jullie morgen met de allereerste video. Ja. All the love. All the fucking power. All the fucking power. En je moet blijven, je moet blijven. Ik denk dat dat gedaan was. Weer met me komen. Ja, ja. 3, 2, 1. Joe! Maar eentje is het perfect aan het doen. Boos, ik heb een slecht rapport gehad. Nee. Ho. Focussen. Dat is het belangrijkste. Ja, ja. Dat is het belangrijkste van allemaal. Je moet boos kijken. Kijk, boos. Nee!